pleur alles in die droger. Daar is die machine toch voor. Nee, doe maar. Dan kunnen we een keer winkelen. Roosoeten was iets beter dan ik. Ja, Astrid die laat nog wel eens dingen krimpen. Wat ik heel vervelend vond, maar oké. Okay. Johan heeft van Kitchen een trui van mij. Een hele mooie trui, te heet gewassen. Dat was echt, die paste ons jonge neefje van acht niet eens meer. Zo klein was die geworden. Het was echt een Barbie truitje geworden. Heb ik dat gedaan? Ja, helemaal aan het begin. Oh, die schrik ik van. Ik had per ongeluk een t-shirtje in de droger gedaan en die was toen gekrompen. Dat ik net nieuw, dat ik één dag aan had. Maar jij hebt ook alleen maar kleren die niet in de droger mogen en die op 30 graden gewassen mogen worden. En het is allemaal heel moeilijk en fragiel. Ja, maar doet dan ook geen wol tussen in de wasmand. Ja, dat is je eigen schuld. En die had ik heel lief gewassen en in de droger gestopt. En je moet niet iets in de droger stoppen als het nog maar één keer is gewassen. En sowieso moest je dat shirtje niet in de droger doen. Als je wat langer is en dat is leuk. Dat wist ik niet. Nou ja, goed, toen was hij echt een heel klein stukje gekrompen. Maar zij werd er echt ontzettend pissig over en gooide het in de prullenbak. Maar ik had zoiets van, ja, maar dan is hij iets kleiner, dan pas ik hem toch. En dan die vieze stinkvoetbalsokken die hij gewoon in de wasmand pleurt. En dan trek ik de was uit de wasmand en denk ik, wat ruik ik toch? En dan zijn het gewoon van die natte stinkzweet voetbalsokken die er al... Ja, als je nou je vieze sportkleding anderhalf week in de wasmand laat zitten, is ook heel vies. Dus ik sport ook, maar ik zweet gewoon niet zoveel. Nou ja, ik doe dan net wat meer met sporten, dus ik zweet meer. Ik denk ook gewoon dat elke vrouw met een voetballende man dit heeft. Weet je niet? Die gore voetbalsokken. Dat is echt een struikelpuntje, dit. Dus ik heb hem weer uit de prullenbak gevist en weer opnieuw in de was gegooid. En nou draag ik hem. Ja. Eerlijk shirtje.